pakte Marie onder zijn arm en hij ging ermee naar de kassa van Gérard. Ah, hij had dat kikje gekozen. Dat is een rare vogel, zeg. Dat heeft toch nooit een ei gelegd. Eigenlijk was het de kuiken dat ik het niet besteld had. Weet je wat? Je mag het gratis hebben, maar je moet achteraf niet komen klagen, hè, boer, dat het geen eieren legt. Hè. Je bent verwittigd, hè? Gratis proeven! Gratis proeven! Heerlijk vers tomatensap! Gratis proeven! En van al die recepten die ze daarin las, gingen haar pluimen helemaal rechtop staan. Oh, zo! En op bladzijde 128 vond Marie het recept van Zuid-Amerikaanse tomaatvogel in eigen tomaat. De Zuid-Amerikaanse tomaatvogel is een heel zeldzame vogelsoort. Als kuiken lijkt hij op een gewoon kippenkuiken en wordt er vaak mee verward. Marie deed het boek dicht. Ik ben dus een Zuid-Amerikaanse tomaatvogel. Daarom hou ik zo van die sha-sha-sha muziek. Ik ben een Zuid-Amerikaanse tomaatvogel en ik kan tomaten leggen en ik kan vliegen. In de jungle van Zuid-Amerika schreef de moeder, zoekt de moeder naar haar verloren kind. Maria Dolores Esperanza, ik zal zoeken tot ik je weer vind.